Excuseer, Hanne. Klopt het dat jij naar Peking gaat? Dat klopt. En mijn broer gaat ook mee. Ah, met twee dan. Gezellig. Mogen we snel 22 vragen stellen voor Peking? Oké, maar echt heel snel. Wie is hier familie van wie? Zij is dat is mijn zus. Broer. En wie is de oudste? Ik ben de oudste en de wijste. Wat is Short Track juist? Spectaculair racen op een kleine ijsbaan. In welk onderdeel gaan jullie uitblinken in Peking? 1500 meter. Jullie wonen driekwart van het jaar in Heerenveen. Hanne, wat moet je hier zeker eens gedaan hebben? Rondjes schaatsen op het Jeukermeer. Stijn, hoe zou je Hanne in drie woorden omschrijven? Geduldig, zorgzaam en supergoede conditie. En hoe zou jij Stijn omschrijven, Hanne? Goedhartig, grappig en behendig. Naar welke tv-serie kijken jullie samen? Family Guy. En hoe klinkt jullie favoriete personage? Shut up, Mac. Stijn, wat is het mooiste cadeau dat je ooit gekregen hebt van je zus? Een hangbuikzwijntje. Olly. Wat is jouw guilty pleasure, Hanne? Samen met Stijn de climb van Miley Cyrus zingen. Stijn? There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Wauw. Aan wat herken je een goede shorttracker? Een triestig bovenlichaam, maar dikke benen. Stijn. Stijn, hoe gaat dit verder? O dierbaar België. O heilig land der vaderen. Mooi. Uitslapen of als eerste op de schaatsbaan? Uitslapen. Een sauna of een ijsbad? Sauna. Boterhammen met choco of boterhammen met confituur? Zoveel mogelijk choco. Zeg één ding dat we nog niet weten over Short Track. We gebruiken plastieke dopjes om op ijs te zetten. Hanne, wat wil je doen na je sport? Fraudedetectieve worden. Stijn, wat is jouw meest gebruikte vloekwoord op de piste? Check. Hanne, wat mis je het meest uit België? Vrienden en familie. Stijn, jij goud en je zus niks of allebei zilver? Allebei zilver. Wauw. Maak misschien nog een aantekening van jullie? Nee, sorry. 22 vragen. Wij moeten naar Peking. Oké. Veel succes in Peking, hè.